Vitesse stond vrijdagavond uitgebreid stil bij het overlijden van oudspeler Dejan Surovic. Afgelopen zondag overleed de Serviër na een kort ziekbed. Voorafgaande de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd een minuut stilte gehouden. We spraken na afloop van de wedstrijd met Vitesse-speler Brian Linssen en trainer Leonie Slutski. 3-0, hoe kijk je hierop terug? Gewoon een goede overwinning. Zonder spektakel. Vooral heel zakelijk, denk ik. Niet met heel groot spel, maar wel goed genoeg. De eerste helft was niet zo denderend, hè? Nee, dat klopt. De eerste helft was niet denderend. Het was gewoon matig. De tweede helft was beter. Scoren we gelukkig ook gewoon op een goed moment dat je door kan. Ja, en die goal die hielp wel. Ja, na die penalty die twee keer genomen werd en jij met de rebound inschoot, ja, begon het eigenlijk een beetje te lopen, hè? Toen kwamen we er ook wat beter in. Kregen we wat meer vertrouwen, lijkt wel. Begonnen we beter te voetballen. Ja, maar uiteindelijk is het wel dat je ook deze wedstrijden over de streep trekt en dat je die wint. Daar hadden we vorig jaar vaker moeite mee. En nu hebben we twee lastige uitwedstrijden gehad met Willem II en Ajax thuis. En deze staat gewoon op 7 punten, dus dat is hartstikke prima. Goede competitie start, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je wel mag spreken van een geslaagde start, ja. It was a game of two halves. Is that correct? Yes, because usually in the last season when we started not well, we continue play the same way. And second half it was really very good reaction because we automatically started to create some chances and finally we score 3 goals and totally control the game in the second half.